De eerste Amerikaanse ambtsberichten over Nederland afkomstig van WikiLeaks zijn gepubliceerd. Julian, welcome. It's been reported that WikiLeaks has released more classified documents than the rest of the world's media combined. Can that possibly be true? Yeah, can it possibly be true? It's a worry, isn't it? That the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world has combined. Picking up the wounded. Sergeant, get permission to engage. Item all up. Come on, fire. Good evening, they're the secret files from the Iran. The internet platform WikiLeaks fast. Det är webbplatsen WikiLeaks som publicerat omkring 400 000 sidor. Goedemiddag, het nieuws van 4 uur. De Amerikanen zien Wouter Bos als de grote boosdoener achter de Nederlandse terugtrekking uit Oeroeskan. Dat staat in een van de vele geheime documenten die vanuit de ambassade in Den Haag zijn gestuurd naar de Amerikaanse regering in Washington. RTL Nieuws en de NRC kregen bij de Noorse krant Aftenposten als eerste de kans een selectie te maken uit de Nederlandse WikiLeaks gegevens. Belangrijkste nieuws: koningin Beatrix sprak in 2009 met de toen nieuwe Amerikaanse ambassadrice over de door de Amerikanen gewenste verlenging van de Nederlandse Afghanistan-missie. Dat zal moeilijk zijn, zei ze, maar het moet wel. Inmiddels zijn de 3000 ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade naar haar regering in Washington ook in NOS-handen. De NOS had de data, kreeg vanmiddag van WikiLeaks-voorman Julian Assange het benodigde wachtwoord om die data te decoderen. Opvallend. In juli 2009 hebben Balkenende en Verhagen samen hun frustraties uitgesproken tegenover de Amerikanen over de weigering van de PvdA om de missie in Afghanistan te verlengen. Net als RTL zoomt het NOS-journaal in op de doorslaggevende rol die de Partij van de Arbeid vicepremier Wouter Bos speelde bij het uiteindelijk niet verlengen van die missie. Citaat uit een Amerikaans ambtsbericht. Balkenende, minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en anderen uiten tegenover ons hun frustraties over hun PvdA-partners en hebben ons gevraagd te helpen de PvdA op andere gedachten te brengen. En bij mij in de studio, Coco Lijn, welkom, defensiespecialist. Je hebt alle WikiLeaks-onthullingen tot nu toe op de voet gevolgd. En ook deze weer. Wat is het meest typerende aan de documenten die we tot nu toe gezien hebben met betrekking tot Nederland? Ja, niet alleen met betrekking tot Nederland, maar dat is het hele spectaculaire wijze van aanpak die de Amerikanen doen. Wat zij onder diplomatie verstaan, dat is heel wat anders dan een ambassadeur die even een andere ambassadeur belt. Of een démarche of iets dergelijks. Nee, het is een volkomen geïntegreerde benadering waarbij iedereen en alles wordt ingeschakeld om je bepaalde doelen te kunnen bereiken. Actiediplomatie, offensief. Niet afwachten, maar erop af. Ja, en geïntegreerd. En ook het niveau van sophisticatedness, het subtiele wat ze doen. Geef eens een voorbeeld uit. Nou ja, dan is Afghanistan een prachtig voorbeeld waarop dat gegaan is. De Amerikanen hebben niet afgewacht. Ze hebben in de zomer van 2009, eigenlijk ver voordat de Nederlandse pers dit allemaal goed in de gaten had, waren zij heel goed op de hoogte van alle scenario's die in Den Haag al duidelijk begonnen te worden. Schakelden zij mensen in, hebben zij wat zij noemden een coordinated engagement strategie ontwikkeld, waarin helemaal van stap tot stap. Gericht op Wouter Bos? Op Wouter Bos gericht dan. Ze dat wisten was, dat hij de spelbreker zou kunnen zijn, of was eigenlijk al? Ja, het grote struikelblok. En ze hebben dat geïdentificeerd. Dus er gaat een haarfijne analyse aan vooraf. En dan zeggen ze van, die moeten we als eerste hebben. En de man is omringd van boven, van onder, links en rechts ingepakt. En onderwerp geworden van een professionele lobby waar je bijna stil van bewondering van zou worden. Ja, we gaan naar Den Haag. Ferry Mingelen, die heeft ook gekeken naar de documenten. Ferry, goedenavond. Ja, als je die documenten leest, dan heeft Wouter Bos een beetje in zijn eentje die missie tegengehouden en ook nog voor het kabinet en de val van Balkenende 4 gezorgd. Is dat beeld correct wat de Amerikanen beschrijven in die diplomatieke telegrammen? Ja. Nou, misschien is hij wel heel blij met dit beeld, want hij werd natuurlijk altijd een soort draaier neergezet. En hier wordt hij neergezet als een standvastige man die zo'n beetje als enige tegen die enorme druk bestand bleek te zijn. Ik denk dat de werkelijkheid, de politieke werkelijkheid, was anders. Bos kon dat niet op zijn eentje doen. Hij had de partij achter zich, hij had de fractie achter zich. Er waren andere fracties in de Tweede Kamer, die waren ook tegen. Het is geen persoonlijk succes van hem geweest.
Maar de Amerikanen hadden wel gelijk bij hun constatering, en dat kunnen ze dan zo mooi zeggen, Bos was de noot die gekraakt moest worden. Kijk, als je Bos om had, het hoofd, de leider van de PvdA, dan zou de rest ook wel volgen. Nou, dat is dus uiteindelijk niet gelukt. Nee. En Coquelin, over het belang dat de Amerikanen aan Nederland hechten, dat valt op. Je krijgt de indruk uit die telegrammen dat het heel belangrijk was voor de Amerikanen om Nederland mee te krijgen naar die missie. Ja, dat was omdat Obama zijn strategie naar Afghanistan net had veranderd. En als er dan gelijk een land is, een belangrijk land in het zuiden van Afghanistan waar het moeilijk is, en die zegt van we zien het eigenlijk helemaal niet zitten, dan zou dat uitgelegd kunnen worden als een teken van met die strategiewijziging van Obama zijn we het helemaal niet eens. Ja. Dus dat was belangrijk. Maar aan de andere kant, ter relativering, als je de leaks van Liechtenstein of Zwitserland of Tunesië bekijkt, dan zie je dat de Amerikanen overal met evenveel enthousiasme dit werk doen en met evenveel professionaliteit. En invloed proberen uit te oefenen, want daar gaat het om. Ja, en dan is Nederland weer geen uitzondering. Dan is het gewoon een land als alle anderen. Ja. En Ferry, was bij jullie bekend in Den Haag dat Nederlandse Kamerleden, ministers, staatssecretaris, ambtenaren, dat die de Amerikaanse ambassade bijna als een soort biechtstoel gebruiken? Want daar zijn ze steeds om te praten over situaties. Nou, dat was in die zin natuurlijk niet bekend, maar het was natuurlijk al heel lang bekend en al jarenlang dat de Amerikaanse ambassade buitengewoon actief is. Ik herinner even aan de tijd van de kruisraketten, had je hetzelfde patroon. Dus dat er over en weer heel veel werd gepraat, dat vind ik niet zo opvallend. Wat ik heel opvallend vond, is dat expliciet in die geheime telegrammen wordt gezegd dat Balkenende, Verhagen, Van Middelkoop bij de Amerikanen erop aandringen om hen te helpen om Bos te overtuigen. Dat is een soort oorlog binnen het kabinet, zou je haast zeggen. Nou kan dat natuurlijk nog heel oorbaar zijn. Het kan een poging zijn geweest om van die Amerikanen meer concessies te krijgen. Misschien meer hulp in het vinden van oplossingen om ook Bos mee te krijgen. Maar ik hoorde vanavond een bericht, ik heb dat nog niet kunnen nagaan, maar ik hoorde een bericht dat er nog in een van die niet ontdekte geheime telegrammen zou staan dat een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken de Amerikanen heeft geadviseerd om Bos onder druk te zetten door te zeggen, Bos, als jij niet van standpunt verandert, dan ben je niet meer welkom op die hele belangrijke G20-vergadering, de financiële wereldtop, waar Bos toen nog steeds deel van uitmaakte. En dat is dan wel heel opmerkelijk, dat dus vanuit de Nederlandse ambtenaren, vanuit de Nederlandse politiek, de Amerikanen wordt gevraagd om Bos onder druk te zetten. Dat vond ik veel opmerkelijker dan al die contacten tussen die Kamerleden en die diplomaten. Ik denk dat dat overal zo is. Ferry, luister even mee, want ik sprak eerder vanavond met oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop. En die bevestigde ook die druk die op Bos is uitgevoerd. Ik sprak hem aan de telefoon en hij zei eigenlijk, we wisten dat de Amerikanen grote belangstelling voor ons hadden. Luister mee. Het is hun taak om een beeld te geven van het politiek krachtenveld in Nederland. Ik denk dat ze daar vrij goed in geslaagd zijn. Wij waren natuurlijk, het is goed om er ons op te wijzen, wij waren belangrijk. Wij waren in het zuiden van Afghanistan, daar zaten de andere grote spelers van de NAVO. De Amerikanen, de Canadezen en de Engelsen en daarnaast ook nog eens een keer de Australiërs. Wij waren het eerste land die dreigde af te haken. Vandaar dat er een enorme focus op Nederland kwam. En er kwam nog bij dat wij het ook in Uruzgan militair gezien heel goed hebben gedaan. Nou, dan moet je als ambassade precies weten wat er in zo'n land aan krachtenveld bestaat. En dat er dan een hele sterke aandacht op de politieke leider van de Partij van de Arbeid, de Bart de Bos, terecht kwam. Dat zal niemand verbazen. Ze hebben hun werk goed gedaan, denk ik. Heeft u misschien ook nog suggesties gegeven aan de Amerikaanse ambassadeur van laat die prominent Amerikaans politicus eens bellen met hem. Misschien dat het dan verandert. Ik weet dat op een gegeven moment de vicepresident van Amerika, Joe Biden, Wouter Bos heeft gebeld. Dat is later ook wel naar buiten gebracht. Waar dat idee vandaan kwam, weet ik niet. En als ik het wel zou weten, zou ik het denk ik nu niet zeggen. Wij hadden natuurlijk, wij Verhagen en ik, ook veel contacten met onze collega's binnen de NAVO. Daar werden we ook vaak op bevraagd. Die wisten dan wel wat ons persoonlijk standpunt was. Maar ja, dat was nog niet het officiële Nederlandse standpunt. Dus ook daar heb ik wel eens aangegeven. Misschien is het goed dat die en die eens een keer gaat bellen om zo ook internationale druk uit te oefenen. En ik denk dat dat voor volstrekt normaal was. Ja. Nog één vraag, meneer Van Middelkoop. Die telegrammen die zijn heel helder en heel open en eerlijk. En er worden allerlei mensen in beschreven. U komt er ook in aan bod. Ik weet niet of u dat al gelezen heeft. In een van die telegrammen staat minister Eimert van Middelkoop van Defensie is het derde wiel aan de wagen en een onervaren juniorpartner. Ja, dat zou best wel eens waar kunnen zijn. In een drie partijencoalitie waren wij de derde partij. Ik heb hier geen moeite mee.
Ja, Ferry, dat zei Eimert van Mildenkoop. Had hij geen moeite mee met die kwalificatie. Maar even, je hoorde hem toch eigenlijk zeggen, die Joe Biden, dat was een Nederlands idee. Die vicepresident, die moest maar eens even bellen met Bos. Past dat nog binnen de diplomatieke bandbreedte van wat mag en wat niet mag? Nou, dat vind ik op zichzelf wel. Dat Joe Biden belt, dat lijkt mij heel normaal. Wat ik opvallend vind, is dat vanuit Nederland zelf, vanuit de diplomatie, suggesties worden gedaan om op een veel verdergaande manier misschien Bos onder druk te zetten. Daar, ja, dat lijkt mij dan toch wel de grens naderen. Maar ja, het moet nog wel blijken of dat zo is en of dat geheime telegram ook werkelijk boven tafel gaat komen. Ja. Dan nog de kwestie met de koningin. Die ontvangt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur. Die komt haar geloofsbrieven aanbieden. Dan gaat het over verlenging van de missie naar Afghanistan. En dan zegt koningin Beatrix dat zij daar een voorstander van is. Het zal moeilijk worden, maar het zal wel goed zijn als het doorgaat. Is dat opmerkelijk dat ze dat zegt? Ja, eerst, er is inmiddels begrijp ik enige discussie of zij dat nou precies zo heeft gezegd of dat het een deel ingevuld is door de ambassadeur. Ja, kijk, het staatshoofd is onpartijdig, die heeft dus officieel geen opvattingen. En als die dan ineens de opvattingen die ze in besloten kring wel heeft, als die naar buiten komen, dan heb je een probleem. Hij heeft eerder gemerkt met Boekestein, een VVD-Kamerlid, die ging vertellen hoe leuk hij met de koningin had zitten keuvelen. Ja, dat is pijnlijk voor de koningin, want ze kan er niks over zeggen. En het is met name ook pijnlijk, omdat er natuurlijk ook een hele discussie is over de invloed, of de vermeende invloed van de koningin. En het was natuurlijk niet toevallig dat Wilders gelijk reageerde met een bericht van, nou, als dit klopt, dan is dat wel heel ongepast. Het zou mij overigens, wat ik hier wel eens in Den Haag hoor, het zou mij niet verbazen als de koningin met haar internationale oriëntatie meer op de lijn van Verhagen en Balkenende zat dan op de PvdA-lijn. Kokolijn, is het opmerkelijk dat de koningin zich in het dossier gemengd heeft? Het zat in ieder geval niet in de zogenaamde coordinated engagement strategie. De koningin had daar geen rol in. Het is ook niet zo dat je leest dat ambtenaren hebben gezegd van, weten jullie wat, als de koningin nou toch een handje komt geven aan een nieuwe ambassadeur, dan moet je die ook even gelijk naar de mening over Oezgan vragen. Het woord Oezgan is daarbij overigens niet gevallen. De koningin had het over the way to go forward in Afghanistan. Dus dat is toch wat ruimer dan alleen maar, de context is duidelijk, maar het is toch wat ruimer dan alleen maar, ik vind dat we in Oezgan moeten blijven. Dat heeft ze niet gezegd. Wat duidelijk is, dat is dat de Amerikanen massale druk hebben uitgeoefend. Dat roept de vraag op, hoe zouden ze dat nu doen met die missie naar Kunduz, waar nu politiek debat over is en onzekerheid of die er wel komt? Denk je dat ze precies zo doelgericht bezig zijn om de Nederlandse politici te beïnvloeden? Ja, drie keer. Ja. Ze deed het 40 jaar geleden bij allerlei telegrammen die ik heb gezien over het eerste kabinet Den Uyl. Precies dezelfde aanpak. Ze deed het nu. Je ziet het ook aan de wijze waarop ze in andere landen dat doen. Geen uitzondering, dus ik steek mijn hand voor in het vuur dat ze dat nu bij deze operatie ook doen. Ja, denk je, Ferry, dat Joe Biden, de vicepresident, nog even gaat bellen met Jolanda Sap van GroenLinks om haar te overtuigen? Nou, dat weet ik niet, maar dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Ik denk dat Ko volstrekt gelijk heeft. Kunduz is ook weer van ontzettend groot belang voor de Amerikanen, dat we daar in elk geval dan wel mee doen. En ze zullen hopelijk binnen de diplomatieke moeres alles in het werk stellen om te zorgen dat wij daar dan ook naartoe gaan. Is overigens, morgen is het partijraad van GroenLinks, is overigens nog zeer onzeker of dit plan van het kabinet Rutte een meerderheid in de Kamer gaat krijgen. Ja, nou ja, dan zal hetzelfde gelden, Ferry, ongetwijfeld voor de aanschaf van de JSF-vliegtuig. Want dat is zo'n grote order, zoveel geld mee gemoeid. Ja, nou ja, kijk, het aardige, wat Ko ook al zei, het is een geïntegreerde business voor die Amerikanen. En alles is aan alles gekoppeld in deze wereld. En ik zag ook een van die telegrammen waarin werd gezegd van, luister eens, wij moeten bij de productie van de JSF en wat we er precies instoppen, hoeveel motoren, moeten wij geen rare plannen ineens veranderen. Want dan zouden de Nederlanders hun vertrouwen in ons verliezen. En dat kunnen we niet hebben nu ze ook over Afghanistan moeten beslissen. Dus alles hangt daar met alles samen. Kokolijn, je hebt al veel gelezen en de komende dagen zullen we nog veel te horen krijgen. Is er nog iets opgevallen uit de telegrammen wat we vergeten zijn? Heeft er helemaal niets mee te maken, maar één passage die ik ook wel aardig vond in die dingen van vanmiddag. Dat was over Guantanamo, dat Verhagen de Amerikanen heeft aangeboden van wij willen wel wat gevangenen uit Guantanamo hebben. Als dat de sluiting van Guantanamo zou kunnen helpen of zelfs zou kunnen veroorzaken. Maar, zei hij erbij, het is wel heel gevaarlijk als u dat doet. Want dan kan het kabinet vallen en dan komen jullie van de regen in de drup. Want dan krijgen we misschien een ruk naar rechts. En dan wordt het allemaal nog veel moeilijker. Wanneer maar hij heeft het aangeboden. Zomer 2009. Oké, okay, nou, bijna voorzienende blik gehad dan. Ja. Zeer bedankt. De komende dagen en weken dan zullen RTL4, NRC Handelsblad en de NOS nog ongetwijfeld veel meer verhalen onthullen uit deze gelekte berichten van de Amerikaanse ambassade. Allemaal te vinden dus bij de NOS, RTL en NRC.